Op mijn elke klant dat ons door het gehoor. En ik wil u graag meenemen door en weer een reis door de Bijbel, maar eigenlijk meer door een reis door de Tanach. Want ik had gisteravond ook zo'n gesprek met iemand en toen werd er opgemerkt en je had iemand anders gevraagd. Wat hadden ze in de tijd van Jezus niet? Of in de tijd van Yeshua niet? Microfoon. Internet. Ja, dat hadden ze inderdaad niet. Maar wat hadden ze onder andere van, ja, je moet even geloven dat haar Bijbel zit. Wat hadden ze onder andere hiervan niet? Een Nieuw Testament hadden ze niet. Dus daarom doen we het vandaag ook een beetje zonder het Nieuw Testament. Maar ik begin er wel. En als de persoon het even op de beamer wil zetten, dan kunt u ook even meelezen en ik ga naar Handelingen. Want mijn thema van vandaag is de wederoprichting aller dingen. En die zinsnede, die zin, die komt dus voor in Handelingen. En we gaan er een paar versen voor en een paar versen na lezen. En dat is Handelingen 3, vers 19 tot 23. Dat gaan we met elkaar lezen. Handelingen 3, vers 19 tot en met 23. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En Hij, Jezus Christus, Yeshua de Messias, zal zenden, die tevoren u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. De oude vertaling zegt het dat de tijd de wederoprichting aller dingen. Waarover God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heer, Jehovah, uw God, zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben, naar deze profeet uit het volk uitgeroeid zal worden. Tot zover dit schriftgedeelte. En als we naar de volgende sheet gaan, ik zal mijn dingetje even pakken. Dan hebben we weer diezelfde tekst. Ik heb alleen nu even een paar zinnen vet gedrukt. En hier en daar zet ik even tussen haakjes de Statenvertaling. En zoals je ziet, zoom ik eerst in op de eerste en het laatste vers. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden. En dat is met name dan wanneer de tijden der verkwikking zullen komen voor het aangezicht van Heer. Dus voor die tijd, zorg dus dat je tot inkeer komt en bekeer. Want als je niet luistert, zal je uit het volk uitgeroeid worden. Dus het is die zinnen die corresponderen met elkaar. We hebben ze even op een rij gezet. Daaronder, dat is inkeer, bekering. Je komt de bezinning, oké, ik moet veranderen. Dan bekeren opdat uw zonden uitgewist worden. En daarbij goed te bedenken dat je, wanneer je niet luistert, uitgeroeid zou worden. Opdat daardoor daarna die tijd van verkwikking komt. Wij als Stichting Moedim, die organiseren niet alleen het Loofhuttenfeest. En niet alleen sinds kort ook via Simchaïm jongerenweekenden. Maar we zijn als Moedim nog meer dingen gepland te organiseren. Zoals mannenochtend of mannenweekend of vrouwenweekend of nog meer dingen. Maar wij ook hebben de Moedim cursus. En de laatste tijd zijn er diverse die de Moedim cursus gevolgd heeft. Wanneer je dat doet, dan
ja, gaat de Bijbel zo voor je lezen, maar er komen zoveel dingen tot het voorgrond. En je gaat dingen herkennen achter de schrift. En daar zie je niet alleen dat de feesten genoemd worden, maar dat ze erachter liggen. Welke drie feesten zouden nu achter deze drie liggen? Inkeer, bekeren, tijd van verkwikken. Najaarsfeesten. Ja. En waar beginnen we dan mee? De Shuvah, dat is Yom Teruah. Ja, inkeer en dan? Uitwissing van de zonde, dus Yom HaKippurim. Ja, en wie niet luistert, hè? Dus dan is het Time of Judgment. En dan, wat krijgen we als laatste? Feest. Ja, het Loofhuttenfeest. Time of Refreshment. In de tijd van vreugde. En daarin mogen we nu leven. En zo zie je hier ook alweer die Gods feesten in verborgen. Als een rode draad loopt die constant door Gods woord heen. Maar worden ze niet genoemd? Ze zitten er helemaal in opgesloten. En wanneer u die cursus ook doet, zie je, leer je ook meer die dingen herkennen en gaat Gods woord nog meer leven, want in Gods feesten zit Gods een hele verlassingsplan. Nou, dan neem ik u even een klein stukje aan morgen in mee. Dus, nog even helder, dus hier wordt opgeroepen tot inkeer te komen, opdat je wanneer die tijd van verkwikking komt, dat je eraan bezig zult zijn. Doe je dat niet? Ja, niet luisteren is niet aanwezig zijn. Dus als je zegt, jongens, het Loofhuttenfeest, dat is af, is klaar, dan luister je niet naar de Torah, dan zit je hier ook niet. Maar er zitten ook verdere gevolgen naar de toekomst toe. Maar het is aan ons de opdracht om te getuigen. En laten we het oordeel aan Yeshua over. Nu gaan we diezelfde tekst gaan we weer op een andere manier bekijken. Om de beste manier om Gods woord te doorgronden is de tekst altijd te bevragen. Vragen stellen wat je wijs. Dus we gaan deze tekst nu, op deze kant wel op. Gaan we weer twee andere zinnen, we gaan steeds meer naar het midden toe. Dat zie je ook vaak. Dan heb je een bepaald tekstgedeelte en dat correspondeert twee en dan komt het naar elkaar toe, naar de klimaat die het in het midden staat. Daar gaat het naartoe. En hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren u verkondigd is. Ja, dat klopt. Want Mozes heeft tegen de vader gezegd, de Heer uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet je luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. Nu die twee corresponderen weer met elkaar. Naast elkaar gezet, Yeshua Messias, die wordt gezonden, die tevoren verkondigd is. En naar die profeet moet men luisteren. Dan heb ik een zin naast gezet. Toren houden is luisteren naar Yeshua. Want als je niet luistert naar Yeshua, dan overtreed je de Torah. Wanneer de Torah staat, je profeet, dan moet je naar luisteren. Dus even een switch. Even een switch maken. Dus als je niet luistert naar Yeshua, dan overtreed je de Torah. En dan val je in die categorie die niet luistert. Dus weer twee andere elementen binnen deze tekst. En zo wordt die tekst alleen maar rijker. Dan heb je alleen maar vier zinnen te pakken en je hebt al een heel evangelie. Komt al tevoorschijn. Onthou even die tevoren verkondigd is. Dus, ja, klopt. In de Torah staat dat. Maar we gaan verder inzoomen, want daar staat nog een stukje tussen. Dat is die middelste stuk. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijd waarin alle dingen worden hersteld, de wederoprichting aller dingen, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen.
Door de eeuwen heen wordt ook vertaald vanaf het eerste begin. Dus vanaf bijna van, ik kan zeggen, van Genesis 1 af aan, wanneer profeten spraken, heeft God bij monden van hen gesproken over de tijd van die wederoprichting aller dingen. Yeshua zegt zelf dat Johannes de laatste der profeten is, Johannes de Doper. Dus we moeten dus graven bij alle profeten. Wat die zeggen over aangaande die wederoprichting, alle dingen. Want wat daarin gebeurt vanaf het moment dat Yeshua naar de hemel gaat, tot aan die wederoprichting, is hij in de hemel. Hij is dan voor ons een priester, een middelaar en een pleitbezorger. Tot het stel van hij alle dingen, en dat correspondeert ook weer een beetje met die tijd van verkwikking. Dan zie je weer twee linken. Dus tijd van wederoprichting, tijd van verkwikking. Die hebben we ook weer mee te maken. Maar wat heeft God dan allemaal door de eeuwen gezegd? Nou, als je die teksten allemaal bij langs wil gaan, wat God allemaal door de profeten gezegd heeft, dan is het een week verder. Oh, we hebben een week nog. Dus ik heb u vanmorgen, of vanmiddag neem ik even met enkele teksten mee door. Ik was ze niet allemaal lezen, maar noem er diverse. En dan kunt u aan de hand van die teksten nog meer teksten zoeken. Maar dat laat het ten aanzien van inspiratie zijn. Laten we op zoek gaan naar wat de Heer gesproken heeft door de eeuwen heen. Ten aanzien van de wederoprichting alle dingen, opdat vervuld zal worden, dat de mensheid tot bekering komt, en dat het iedereen luistert naar Yeshua. Want als we luisteren naar Yeshua, wordt er een toren gedaan, en wanneer de toren gedaan is, het volledig Shabbat Shalom. Weet u iemand wat Shabbat Shalom betekent? We zeggen het zo vaak. Wat betekent Shabbat Shalom? Vrede met God. Sabbat rust. Complete rust. Van de zevende dag, en dat is de achtste dag. Ja. Heling. Fullness healing. Ja, ik ga een volledige rust. Heling. Herstel. Herstel. De vrouw van Aria Berkowitz, die heeft daar een mooie uitleg aan gegeven. En dat is een heel diep doordacht. Shabbat Shalom is vrede met God, met je naaste, met een omgeving en bovenal met jezelf. Wanneer die vier aanwezig zijn, is er totaal Shabbat Shalom. En dat is pas wanneer je vol van geest bent, wanneer dus alle dingen opgericht. Dan kom je naar dat staat. Maar we mogen daar al elke keer als wij Shabbat Shalom iemand wensen, als het ware toewensen dat je in die totale vrede Shalom mag komen. We gaan op zoek. We gaan verder. Dan gaan wij even een stukje eerder en dan lezen wij ook over die oprichting aller dingen, het herstel. De discipelen vragen voor net voor de hemelvaart, wanneer Heere gaat u het koninkrijk van Israël herstellen? En dan zijn dat is aan de Heer, aan de Vader overgelaten. Hij zei tegen hen, het komt u niet toe, de tijden of de gelegenheid te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dus hier wordt ook weer over tijden van herstel gesproken. Ik heb hier daarnaast ook de teksten uit Marcus en Matthäus. En dan lees je, nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk.
En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het in evangelie. Hoe is nou het koninkrijk van God nabij gekomen? En toch vragen de discipelen, wanneer herstelt u het koninkrijk van God? Hoe kan dat? Nou, die zin die eronder zegt, zegt het al. Yeshua is de toekomstige koning. Wanneer onze koning Willem-Alexander ergens is, naar een land toe afreist, dan is hij de vertegenwoordiger van ons land en is op dat moment in de persoon van hem is ons koninkrijk daar aanwezig. En zo was dus in de persoon van Yeshua was het koninkrijk, het koningschap van God daar aanwezig. Maar het koninkrijk van God was nog niet ten volle geopenbaard, alleen in de persoon van Yeshua. In menig kerken wordt het evangelie van Jezus verkondigd. Maar wat verkondigde Jezus Yeshua zelf? Het evangelie van het koninkrijk. Ja. En wat houdt het evangelie van het koninkrijk in? Wat is een koninkrijk? Wat is een koninkrijk? Is er een koning of is er meer? Het zijn vijf dingen. Grondwet. Vijf. Je hebt eerst de koning. Je hebt ook het volk, want nou ja, waar anders moet die koning over regeren? Land. Je hebt een land. En dan zijn er nog twee. De wet. De grondwet. Juist. De regeerders die de koning helpen. Wanneer die vijf aanwezig zijn, is het koninkrijk compleet. Toen ik Wilhelmina in Engeland zat, was het koninkrijk in ballingschap. Nu is ons koninkrijk eigenlijk, want wij zijn lid van het koninkrijk van God geworden in Yeshua, en ons koninkrijk is in ballingschap. Het is nog niet te volgen teruggekeerd op de plaats behoort te zijn. Maar we mogen daar deel van het koninkrijk zijn. Maar eerst moet er wat gebeuren, zegt Yeshua. Hij antwoordde zij tegen hem, Elia zal eerst moeten komen en alles herstellen. En ik zeg u echter dat Elia al gekomen is en ze hebben hem niet herkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Dus Elia moest eerst komen om alles te herstellen. Nou, het is nog steeds, is het volledig herstel nog niet. Dus alles is nog niet hersteld. Maar hij moest wel een weg bereiden om de weg voor de koning. Wat moest Elia doen? En hier wordt Yeshua zegt ook duidelijk, dat refereert ernaar dat Johannes de Doper die bewuste Elia is. Want hij zegt, hij is al gekomen. En wat doet Elia? Wat zegt de Bijbel in Maleachi? Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die groot ontzagwekkende dag. En hij zal het hart van de vader tot de kinderen brengen, en het hart van de kinderen tot de vader, opdat ik niet zal komen en de aarde met de band slaan. Dit stukje deed hij in een voorvervulling, maar hij maakte de weg bereid. De eerste stap in het herstel, tot volledig komen, tot het Sabbat Shalom is dat de harten van de vaders tot de kinderen en de kinderen tot de vader komen. Dat er harmonie komt, dat de gezinnen en relaties hersteld worden. En Lucas 1, vers 17, hij zal hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Om het hart van de vader te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzaamheid en tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardig. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Hij moest de weg bereiden voor de komende Messias. De koning. Er moet de rode loper uitgelegd worden. Er moet het ding georganiseerd worden. Voor Yeshua kwam. Matthäus zegt ook. En zij zal een zoon baren.
En u zult hem de naam Yeshua geven, want hij zijn zal volk zalig maken van de zonde. Dus, wat is nu eigenlijk de bediening van Yeshua? Er staan een bepaalde zinnen op, die ga ik straks meer uitleggen. Maar wat is volgens u de bediening van Yeshua? Stel. Ja, van wat? Israël. Ja. Wat was, behoorde Israël te zijn? Een licht voor de wereld. Was zij een licht voor de wereld? Nee. Nee. Dus opnieuw moest het kaarsje aangestoken worden. Dus in die actie en reactie die je bij Yeshua ziet, is als ware, mijn zoon is een leraar wiskunde, hij heeft een diploma gehaald, en hij is nu, heeft hij zijn papieren en hij is gerechtvaardigd om les te geven. Want, goed voorbeeld, goed volgen. Als jij als leraar je papieren niet gehaald hebt, dan kun je ook over dat onderwerp geen les geven. Israël moest de Torah leven, voorleven, opdat de volken ze na zouden doen. Dat was de opzet. Maar daarom moest Israël het goed tussen de oren hebben. Daarom was God ook niet altijd even mans met hen. Daarom zegt ook iemand die onderwijs geeft en die wil nieuwe leraren opleiden, die zegt, jij moet het goed tussen je oren hebben, anders kun je nooit straks een goede leraar zijn. Nu is het aan de leerlingen wat ze met die lesstof doen. Als ze zeggen, jongens, ik wil het worden als die leraar, dan kunnen ze weer verder. Maar ze zeggen, ja, die leraar zegt dit en slecht voorbeeld, slecht volgen. Dus, Yeshua was in eerste instantie om het volk van Israël, daar in het eerste Judese deel, terug te brengen tot de kern van de Torah. Dat was natuurlijk niet mogelijk, dus daarvoor moest hij ook lijden en sterven. Omdat de woorden van Caiaphas bewaarheid zouden worden, is beter één sterf dan het hele volk. Maar in Yeshua mag het volk van Israël opstaan. En, in die, en daar is het ons volgende startpunt bij onze piramide. En ja, Yeshua werd geboren, is verwekt, geboren, is gestorven, opgestaan, hemel gevaren en komt straks terug als koning. We hebben gezien en lezen dat de wederoprichting alle dingen die tevoren door God, de monden van de profeten, gesproken waren. Yeshua is het startpunt van de wederoprichting aller dingen. Hij is de deur. Wat lezen we erover? Nou, je kunt er wel meer dan 330 teksten vinden die over de Messias gaan. Ik heb er een paar hier neergezet, een beetje in de lijn van de, aan de linkerkant voor u is weergegeven. Er is een spruit die zal uit Isaïe weer wegkomen. Jesaja 11 vers 1. Een profeet verwekken. Deuteronomium 18 vers 18. Een herder verwekken. Ezekiel 34 vers 23. En als hij dan geboren is, is zijn bediening, de zonde was op hem. Jesaja 53. En er is ook recentelijk een mooi boek uitgekomen. Jesaja 53, je kunt u gratis bestellen. Daar meer informatie achter in de zaal. We lezen dan ook verder dat hij op de derde dag zal opstaan. Hosea 6, vers 3. Want wanneer u in uw Korinthebrief leest, dat Paulus zegt dat hij ten derde dag op zal staan naar de schriften. Nou, dan moet je zoeken. Ga maar eens in Gods woord zoeken waar je dat kunt vinden. Dat vind je niet. Maar je vindt deze wel. Want in Yeshua, Israël staat op in Yeshua. In Yeshua komt het volk weer tot leven. Op de derde dag opstaan je, Hosea 6 vers 2. En dan, wanneer hij is opgestaan en naar de hemel is gegaan, dan komt er een dag dat hij terugkomt. En dan lees je in Daniel 7 vers 13, 1 op de wolken. De engelen zeiden tegen de apostelen, zoals hij weggegaan is, zo zal hij terugkomen. Hij zal op de wolken komen.
Hij komt dan niet als de leidende knecht, maar als de heersende knecht. En hij zal het koninkrijk aanvangen, Daniel 7 vers 14. En Ezekiel 37 zegt dat mijn knecht David koning zal zijn. Yeshua, de zoon van David, de tweede David, zal koning worden. Hier zie je dus allemaal dingen die uit de nacht naar voren komen, die profeten die hebben gesproken, die uitgekomen zijn. Er zijn inmiddels al zoveel profetieën uitgekomen, dat de overige profetieën die nog niet uitgekomen zijn, ook zullen uitkomen. Want God is trouw in zijn woord. Amen. We gaan naar de volgende stap in het herstel. Door Yeshua, hij op het laatste Pesach zei, dit is mijn bloed dat voor jullie vergoten is, het bloed van het nieuwe verbond. Op basis van zijn bloed is de vernieuwde verbondsrelatie mogelijk. In Hebreeën, ik pak nog een paar versen uit het Nieuwe Testament, uit de brieven en uit de Evangelie. Hier uit de brieven, dat de gemeenteleden, het lichaam van de Messias, wordt omschreven als de eerstgeborene. Hebreeën 12, vers 23. In 2 Korinthe 3, vers 16 als dienaren van een nieuw verbond. Ze worden ook een koninkrijk van priesters genoemd. In 1 Petrus 2 vers 9, maar het is ook een aanhaling van Exodus 19 vers 6. En hoe dat nu zit met die gemeente en met Israël, komen we straks op. Want het is een voortschrijdend gebeuren. In Daniel wordt al gezegd dat het koninkrijk aan de heiligen zal worden gegeven, die met de ene die op de wolken zal komen, zal regeren. Dan lezen wij natuurlijk ook om diverse brieven en zijn diverse plekken in het Nieuwe Testament op, dat wij met de Messias zullen regeren. En ook lezen wij wanneer Yeshua terugkomt, dat de doden zullen opstaan in de Korinthebrief, maar Daniel profeteert er al over. Slapenden zullen ontwaken. En zo zullen zij de aanstuurders zijn op dat Israël in die nieuwe verbondsrelatie komt, en in een nieuw hart en een nieuwe geest zullen krijgen, ja, dat God een eeuwig verbond zal aangaan. Het is stap voor stap vervolgd God zijn herstel met alle dingen. Ik heb dit plaatje er even doorbij gegaan, want heel veel mensen denken, ja, hoe zit het nu eigenlijk met die gemeente? Heel veel zeggen, ja, de brieven van Paulus zijn voor de gemeente en de rest is voor Israël. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar, zoals we in het Oude Testament lezen, de eerste bij de Beresini, zien wij de eerstgeborenen als priesters. Dus de oudste zoon, en ook in de katholieke traditie was dat, hebben we ook lange tijd zo gehad, de oudste zoon werd priester. Maar vanwege ongehoorzaamheid werden de eerstgeborenen vervangen door de levieten. En er staat erbij, zij behoren mij toe. Daarom zitten ze ook in die cirkel van JHWH. Maar ze behoren ook anderzijds nog tot het volk. De positie van de priester is dat ze enerzijds het volk bij God brengen, als vertegenwoordigers van het volk. En anderzijds draaien ze zich om, dan zijn ze vertegenwoordigers van de Heer Jahweh naar het volk toe. Want ze behoren hem toe. En in die positie verkeert ook de gemeente. Wij zijn gekocht en betaald door het bloed van Yeshua en wij zijn deel van zijn lichaam. Maar we hebben ook, zijn wij ingeënt van het volk van God. En nu is de bedoeling dat die twee ringen steeds meer in elkaar gaat schuiven. Dat is ook met een relatie zo. Dit is toch, herkent u twee ringen? Het is vaak op een kaartje van iemand trouwen, dan zie je twee ringen die zitten maar door elkaar heen. Nou, als je trouwt, dan heb je elke ring aan je vinger geschoven. Maar het is bedoeld dat je nagelang je relatie vordert, dat je steeds meer één wordt. Want dat is de bedoeling. Dat je één wordt. En zo is ook, hier zie je dus de bruid en de bruiden gaan schuiven in elkaar. En in dit proces zijn dus de priesters, die waren de ogen en de monden van God.
Zij moesten volgens Malachi ook het volk leren. Maar zij werden afgedwaald. Ze luisteren niet meer naar Jahwe. En dus is er al geen fout. Dit is de eerste twee ringen die in elkaar schuiven. Straks schrijven we nog twee ringen die in elkaar behoren te schuiven. Maar we gaan eerst verder met die piramide. En dit is Israël, dus die twee volkeren zullen samenvoegen. Het zal niet langer meer Juda en Efraïm zijn, die twee volkeren zullen één volk worden. Die twee houten, die worden weer één volk. Want de vervallen hut van David moet weer opgericht worden, het complete huis van Israël. Niet alleen een deel, maar het complete huis van Israël weer opgericht. Zoals Amos 9 zelf. Dat de geest over het huis van David komt. Dat het een God vervuld huis wordt. En dat kan alleen maar wanneer de Messias koning is, want hij is vol van Gods geest. Maar vanuit de Messias dat ook het hele volk vol van geest wordt. Dat de geest uitgestort wordt over Israël. Ezekiel 39, vers 29. En zo komen wij in een volgend stadium van het herstel. De voorontwikkelingen zijn nu om ons heen zichtbaar. Uit de heidenen vergaderen en terug te brengen naar het land. Maar het land behoort ook niet alleen volk en wet en koning, maar ook het land is belangrijk. Opdat zij weer willen worden als een licht voor de volken. En wanneer zij een licht voor de volken zijn, waar de Torah is, is genezing. Want waar God is compleetheid. Waar God is ook veiligheid. Want er is geen betere plek op aarde te vinden dan bij God zelf. Ze zullen veilig wonen en niet meer opgeschrikt worden. Als je nu kijkt in het land Israël. Dus constant is er een vorm van angst en opschrikken. Maar aan de andere kant zie je ook een overgave aan de eeuwige. Ze zullen wijngaarden planten. We hebben zo net ook gehoord over de jongelingen en ouderen. Die zullen vrolijk zijn. Ze zullen de woeste plaatsen herbouwen. Dus het hele land komt ook weer tot herstel. En wanneer het land tot herstel wordt Israël worden priesters. En de vreemden worden landsarbeiders. En zo zie je dat het gaat schuiven. Eerst waren dus de gemeente, de priesters. En nu wordt langzamerhand het hele volk priester. En worden de vreemden, die worden de landslieden. Het begint te schuiven. Het herstel gaat uitweiden. En ze komen van allerlei kanten. Komt het volk terug. In de oudheid was de wereld zo verdeeld. Tegenwoordig denkt men, ja, nou die streep omhoog, dat is noorden. En dat is oost, en dat is west, en dat is zuid. Maar in de oudheid was dat niet zo. In de oudheid was, wat hier ook afgebeeld zit, Europa en Noord-Amerika, dat is het noorden. Dat is ook het noorderland. En zo al die vakken verdeeld. Als je oude kaarten ziet, is altijd de laars van Italië, staat altijd rechtop. Maar als je echt kijkt, staat die slaas scheef. Maar dat was in hun belevingswereld. Daarom zijn wij gauw gedesoriënteerd. Het is heel bijzonder dat diezelfde waar het noordelijke deel is, dat het wel de christelijke wereld is. En heel veel Joden zijn vrienden in Sephardië, in Spanje, of ook Europa, maar ook heel Europa verdeeld. Maar ook in Noord-Amerika vind je Joden. Maar ook de nazaten van de 10 stammen. Die zijn ook in verstrooid. Ze zullen samen komen uit het noorden. Samen. En zij trokken naar deze gebieden. Maar God is nu een proces ingegaan van terugkeer. Ik heb het plaatje er niet bij gedaan. Maar ik laat laatst een plaatje bij ons in de gemeente zien waar de vluchtelingen allemaal naartoe trekken. Er is een hele volksverhuizing op deze aarde bezig waar de vluchtelingen allemaal naartoe trekken. En alle pijlen gaan richting waar nu Noord staat.
naar Europa en Noord-Amerika. Want het volk moet terug. Vele Joden die zeggen, jongens, het wordt tijd, wij moeten onze koffers maar pakken. Wij gaan op weg. Maar straks ook voor allen die zich bij Israël en ook de nazaten van de 10 stammen, zullen geen mens door deze beweging die gaande is, de weg terugvolgen. Een andere kant is dat God zijn volk, voordat hij ze terug laat komen, test. Want zij waren destijds in de ballingschap gegaan, want ze hadden geen oog voor de wezen, geen oog voor de weduwen en ook geen oog voor de vreemdeling. Ze hadden alleen maar oog voor zichzelf. Is het niet anno 2015? En dat wordt God zegt, jongens, ja. En ik zal spreken tot jullie in de woestijn. En dat gaat hij nu doen. Hij gaat nu in een ras tempo, gaat hij meer en meer tot de mensheid spreken, met name in de westerse wereld. Hij gaat de kerken aanspreken. Wat hebben jullie gedaan? Net zoals hij door de profeten heeft gesproken. Wat hebben jullie gedaan? Want hij wil ze toebereiden de weg terug. Want het begon in Jeruzalem en het eindigt in Jeruzalem. Het begon met Messiaanse Joden en het zal ermee eindigen. De weg terug is ingezet. En dit is het volgende stap. Inmiddels is Israël opgeschoven. Ze zijn de priesters geworden. Zij hebben hun diploma gehaald. Zij zijn leraren geworden. En nu mogen ze voor de klas staan. Om de volken te leren zoals God het van de oorsprong heeft bedoeld. Om een licht te zijn voor de volken. En de aarde zal uitgemeten worden naar de stammen Israël. Ze zal een soort Israëlisch gemene best over de hele aarde zal zijn. En de troon van Jehovah zal in Jeruzalem zijn. En naar Jeruzalem zal een stad van trouw zijn. We schuiven steeds meer op naar die volkomen Sabbat Shalom. Want, en de volken zullen derwaarts stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Opdat wij, hij ons leren aangaande zijn wegen. Opdat wij zijn paden maar wandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en uit de woens. Uit het zere woord uit Jeruzalem. Zie je de volgende stap in het herstel? En dan lees je weer van, dan leren de volken dat. En hij zal ze richten. Hij zal ze recht spreken. Hij zal ze zeggen, dit is de weg. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden. En hun speren tot snoeimessen. En geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En zij zullen de oorlog niet leren. Dit is hele andere taal dan in Straatsburg. Maar daar staat het ook. Ze zullen de zwaarden omsmeden tot ploegijzers. Maar de rest staat er niet bij. Wat God gaat doen in het hele totaal herstel gaat veel verder. Want Zefanja zegt ook. Voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen. Opdat zij alle de naam van de Heer Jehovah zullen aanroepen. De volken worden op de juiste manier onderwezen. Het licht gaat steeds meer over de hele wereld. En dat zet mensen in beweging. En ze worden opgeroepen, gehoorzaam zijn aan de Torah, om op te trekken naar het Lofhuttefeest. Want waar licht is, waar God is, zal uitdijing van zijn aanwezigheid zijn. Want hij zal zijn geest uitgieten op alle vlees. Iedereen zal de Heer kennen. De aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer. De Satan zit achter slot en grendel. Israël staat in haar volledige positie. En zo zal ook het resulteren dat een ieder zal zitten onder zijn eigen boom. En zo mag u hier ook heel ontspannen zitten, want u hoeft niet bang te zijn. U hoeft nergens bang voor te zijn. Maar waar God is, is licht. En dat is de duivel niet. We hoeven niet bang te zijn voor alles wat op ons afkomt. We moeten beter aan ons bezinnen. Bij die enkele woorden. Bekeren. Want als God in jou is. Wie is sterker? Laten wij God weten. Dat hij de machtige Israël is. We gaan snel verder. Er is een tijd geweest dat er door een heel veel geweld.
Door het ene zegt het is door fonteinen is er van alles gebeurd en een watergewelf is over de hele aarde gekomen. Zo heb je hydroplaattheorie en de waterdampgelftheorie. Door een ingrijpen van God is er een hele andere wereld bij de zonvloed ontstaan. Wanneer Yeshua straks terugkomt, zal er ook een hele andere wereld ontstaan. Daar hadden ze het zo net ook over de maan en over de maanden. Dat God het allemaal weer zal herstellen. Want in Jesaja, want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven. Dit was na de zondvloed, dit is niet even dat in de tijd van Noach geprofeteerd wordt. Maar het wordt geprofeteerd voor de komende tijd. Er staat ons nog heel wat te wachten. Scheuren, open scheuren zal de aarde. Splijten, open splijten zal de aarde. Gevaarlijk wankelen zal de aarde. Hij zal hevig wankelen zal de aarde als een dronkaard. Hij zal heen en weer geslingeren als een nachtwit. Nou, je vindt dat wij loven, dat wil nog wel. Maar wij mogen vooruitzien naar het eeuwige huis. Maar dit is de deur die de weg bereidt tot het eeuwige huis dat ervoor ontstaat. Een volgende stap in het herstel. Wanneer de Messias zal komen, dan zullen er grote krachten en machten. En dan zullen er een heel meer dingen veranderen. Niet alleen de aarde, maar alles wat erop wordt. En Joël zegt ook, bij dit aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. Wie heeft vanavond de rode, afgelopen nacht de rode maan gezien? Ja. Op de televisie of echt hier in Nederland? Ja. Echt hier op de beltjes. Op de beltjes. En op de beltjes was iets te zien? Ja. Heel eventjes. Heel eventjes. Ja, ik heb van mijn berichten gehoord van Jeruzalem, daar kon ze me heel goed zien. Ja, heel goed foto. In de Noord-Oostpolder. Ja, dan was de hele tijd die brood was volkomen zichtbaar. Oké, geweldig. Ja, daar staat ons nog heel wat te gebeuren. Want de wereld zal nog meer veranderen, want we lezen in Jesaja 11, de wolf zal bij het lam verblijven en het luipaard bij de geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en een gemestvee zullen bij elkaar zijn. En een kleine jongen zal ze drijven. Nou, een mooi plaatje erbij. Je kunt het niet voorstellen, maar de hele wereld staat op zijn kop. Alles gaat terug naar zoals het begonnen is en nog mooier. We gaan naar waar God draait het weer. We zijn weer op de weg terug. Naar het paradijs. Die goede, prachtige toekomst. Koe en berin zullen samenwijden. Hun jongen zullen bij elkaar neerleggen. En leeuw zal stro eten als de rund. Hoe dat dan moet met zijn darmstelsels en alles. Moet het. Maar het gaat gebeuren. Jesaja 11 vers 8. Een zuigeling zal zich vermaken met hol van ouder en in het nest van de gifslang zal een peuter zijn hand steken. Ja, de woestijn zal bloeien als een roos. En de mensen zullen weer oud worden. De tijd herkomt weer zoals voor de zonvloed. De mensen zullen weer oud worden. Hoe dat allemaal in elkaar zit, daar kan ik er nog heel veel over uitleggen. Maar we schieten op in tijd, want ik wil naar de laatste twee afbeeldingen. En even een kleine impressie. Prachtig. Die herstelde wereld waar Jesaja spreekt, de woestijn en de dorre plaatsen zullen hier over vrolijk zijn. Je ziet het in Israël. De woestijn bloeit en komt er bloei. En je hoort verhalen van de mensen die zijn, van Joodse mensen die zijn verdreven uit Gaza bij de ontruimen van Gaza. Er is één Joodse man die heeft het in zijn bedrijf niet vernietigd, maar overgedragen aan zijn werklui. En die werkman, en die Joodse man is naar de woestijn gegaan en alles bloeit weer onder zijn handen. Maar zijn eerste beste knecht, die probeerde precies zo te doen als zijn leraar daar in Gaza, die komt na verloop van tijd en is, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb alles gedaan en geprobeerd te doen zoals jij het deed. Maar het werkt niet. Waar de Torah is, waar Gods geest is, daar is leven. Amen. Nou mogen we uitzien en dan gaan we naar de laatste.
Want ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die ga ik maken. Allemaal Oude Testament. Ja, het Oude Testament is oud. Er staat evenveel in het Oude als in het Nieuwe, en Nieuwe in het Oude. Maar hij belooft door de profeten een nieuwe hemel. Ik zal ze maken. Voor het aangezicht zullen ze staan. Uw nageslacht en uw naam zullen blijven staan. En ook, de feesten zullen gevierd worden van Sabbat tot Sabbat en nieuwe maan tot Sabbat en nieuwe maan. Alle vlees zal komen en neerbuigen. Er is niet één die zal feest vieren. Nee, elke zaal zal vol zijn. Elke plek zal vol zijn om allemaal op het feest te vieren. Over de hele wereld zal feest gevierd worden als een herinnering. En de dood zal niet meer zijn. Dat staat toch in Openbaring? Maar het wordt geprofeteerd. Voor hij zal de dood voor altijd verslinden. En de Heer Jehovah zal de tranen van alles afwisselen. Wat is dat geprofeteerd? Iedereen kan het al lang weten. Want ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De vorige dingen zal niet meer worden. Het zal niet eens meer in je hart opkomen. Als je hier toch een hele week een feest vieren mee, dan komt het toch niet in je hart op, jongens. Nou ja, dat werkt allemaal en niet. Dat denk je niet meer aan. En je denkt ook niet, oh, ik moet even de krant lezen. Ik moet even weten hoe het met de wereld ervoor staat. Je bent er niet meer bezig. Je bent vol in de shalom. En dat is de bedoeling. Dat je niet meer herdenken aan alles wat beter had gekund. En dan denk je, je gaat lagen in alles goede wat de Heer geeft. En zo mogen wij ook hier vandaag zijn. Voor alles wat de Heer geeft. Het eten, drinken, maar ook elkaar. Wens elkaar elke dag Shabbat Shalom. Halleluja. Amen. Amen.